was het? Ja, enig. En ik heb zo met verbazing zitten kijken naar wat er aan mijn mond komt op die filmpjes. Maar het was echt heel leuke situaties. En het grappige is dat ik denk, je ziet jezelf iets zeggen. En je denkt, hoe kan het nou dat ik dat niet meer weet? En toch is het logisch dat je dit zegt. Want het is wel allemaal, ik heb geen hele rare dingen. Ik heb wel rare dingen geroepen, maar ja, die toch wel uit het hart komen of zo. Het is echt heel weird. Want heb je dingen genoemd die je liever niet wou vertellen? Nee, ik heb Marianne een paar keer de sneer gegeven. Maar dat kan zij wel hebben, die heeft ook humor. En het zijn ook dingen, als ze maar aan elkaar aankijken, denk ik, ja, weet je. Alleen die zeg je niet zo snel normaal. Dus je hebt niks goed te maken met Marjan? Wel, nee, die kan wat hebben. En we kennen elkaar al heel lang, dus tegen goede vrienden moet je de waarheid kunnen zeggen. Denk altijd. En met Pia, nieuwe Eurovisie Songfestival duo? Ja. Grappig dat je dan met haar staat zingen en dat ik niet weet wie het is. Als je het me vertelt, gewoon denk ik, dat kan helemaal niet. Maar, ja, en hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik ben erg blij mee. Jamai was een beetje teleurgesteld. Misschien een Songfestival trio? Dat hij niet gekozen werd. Ja, hij kan wel eens één keer in het Songfestival gaan, misschien een keer winnen. Hij gaat wel een actie voor je starten, voor een wassen beeld. Ja, dat zei hij, hoe leuk is dat? Op Twitter. Nou, ik ben benieuwd of het lukt. En als dat lukt, wil je dan dat jouw beeld naar zijn beeld komt te staan? Ja, maar dan moet het er niet uitzien als Lady Gaga. Je leek wel sprekend op haar. Ja, hè? Maar grappig dat je dat hier ook... Ik zie aan mezelf dat hij het echt gelooft. Ja. Ik zal hier nog wel een tijdje over na moeten denken, over alles wat ik meegemaakt heb.